Een overwinning van Donald Trump bij de presidentsverkiezingen van Amerika zal niet goed zijn voor de wereldvrede. Dat zegt politiek analist Jack Menke. Hij wijst erop dat Trump een America First beleid voert, wat heel extreem nationalistisch is. Menke gelooft dat als Trump weer president wordt, de agressie van Amerika in onze regio zal toenemen, met name tegen Venezuela. En we een heel gewelddadig conflict niet kunnen uitsluiten. Trump heeft namelijk ook afgelopen aantal maanden terug Pompeo, zo'n minister van Buitenlandse Zaken. Dat is iemand die heel nauw gelieerd is aan het beleid van Trump. Die heeft hij toch gestuurd naar ook Suriname, Guyana. Een bezoek ook gebracht aan Roraima in het noorden van Brazilië, waar er veel Venezolanen zijn, en naar Colombia. En ik zou zeggen, dat is net de hotspot eigenlijk voor de Verenigde Staten, waar ze eigenlijk zaken zouden willen keren. En met name meneer Maduro, dus zouden ze uit het zadel willen wippen. Dus, en ik denk dat de Verenigde Staten zich daarbij, zeker met het beleid onder leiding van Trump de tweede keer, dat ze zich zullen beroepen op het verdedigen van democratie en het versterken van de veiligheid, de regionale veiligheid, tegen bedreigingen. En met name wat ze noemen dus de bedreiging vanuit Venezuela, dat weer sterk wordt gesteund door landen in Azië. En ik denk aan onder andere China, Rusland. Dat zijn toch wel goede partners van de huidige Venezolaanse regering. Dus ik denk dat, dus in kort gezegd, dus dat het niet positief gaat zijn voor de wereldvrede als Trump weer aan het bewind komt. Menke zegt dat Joe Biden een gematigder beleid zal voeren. De kans bestaat dat Amerika bij een overwinning van Biden zal samenwerken met Europa. En dan komt er in elk geval geen gewapend conflict in onze regio. Ja, dus die zal geneigd zijn om natuurlijk de buitenlandse politiek van Amerika gaan ze met 1, 2, 3 helemaal loslaten. Dus wat betreft de hotspots in de wereld, wat betreft het Midden-Oosten, dat het beleid in principe niet veel gaat veranderen. Maar wat betreft bijvoorbeeld Europa, dat er veel meer samenwerking komt dus tussen de Verenigde Staten en Europa. En wat betreft het Caribisch gebied, dus de eigen regio, dat er minder gespierde taal gesproken gaat worden. En ik denk ook niet dat onder Biden er makkelijk een gewapend conflict zal komen in de regio. Tot zover Jack Menke, politiek analist. Hij kan moeilijk voorspellen wie de volgende president van Amerika wordt, omdat social media de peilingen zwaar kan beïnvloeden. Daarom is het moeilijk een uitspraak te doen, alleen aan de hand van opiniepeilingen, zegt Menke.